al eerder af bij de Verenigde Staten, maar keerde na enkele maanden terug omdat het vaderland aan hem trok. Nu zal hij wederom zijn geluk in Amerika gaan beproeven en naar verwachting een slag slaan naar het wereldkampioenschap. Het is in Amerika dat onze landgenoot de welsprekende bijnaam de Dutch Windmill verwierf. Onder grote belangstelling van sportvrienden en talloze fans vertrekt onze kampioen naar het voor de boksport beloofde land. Wellicht zal hij zijn vissen voeren. Alles heeft zijn plekje hier. God weet het. En dit I have no need.